Boys, oh boys, oh button low. Holy ball and slide up home. Zees a rolling, zees a springin'. See who's a de bar night swingin'. Boys, oh button low. The holy ball and rock and roll. Het is oktober en jullie staan oliebollen te bakken. Leg dat eens uit. Ja, dat is altijd vreemd. Dat vragen ze al meerdere keren. Maar dit is een traditie die inmiddels 83 jaar lang wordt gehouden. En waarom? Omdat in het verleden vanuit het zusterwerk er behoefte was aan wat geld voor de ouderen en voor de mensen die wat minder in de portemonnee hadden. En zo hadden ze gedacht van we gaan oliebollen verkopen. Maar de ouderen, dat is dus een bepaalde streek in de Stichtse Vecht, hè? Het is niet voor iedereen. Nee, de senioren in dit geval zeg maar van oudsher gemeente Loenanevecht. Daar is het mee begonnen. En dat betekent dus dat de actie is doelbewust alleen voor Nieuwe Sluis, Vreeland, Nichtenvecht, Loenen en Loenensloot. En daar doen we het nog steeds voor. En wat gebeurt er met dat geld dan? Het geld dat wordt verdeeld onder de kernen. Dat zijn drie groepen. Dat is Vreeland, dat is Nichtenvecht. En dan zeg maar de groep Loenen. Loenen gaat met twee bussen elke zomer op pad. Een hele dag met senioren. Vreeland met één bus en Nichtenvecht met één bus. En dat wordt bekostigd door deze actie. Want wat doen we? We halen aardig wat geld op. Want we proberen ook dit jaar weer 26.000 oliebollen te verkopen. Heb je een idee op hoeveel je nu al zit? Hoe nu? We zitten nu denk ik iets tegen de helft aan. Ik denk 12.000. En het gebeurt allemaal met vrijwilligers? Die werken in ploegen. Hoeveel vrijwilligers hebben jullie? Hoe regelt dat zich allemaal? Nou, we hebben verschillende ploegen. We hebben natuurlijk een ploegen die langs de deur gaan. Hè? Vreeland doet dat zelf. Nichtenvecht doet dat zelf. Loenen, dat doen we van hier vandaan. En dan hebben we nog een aantal mensen die zeg maar de rondomheen de organisatie behappen. En dan hebben we de bakploeg en de inpakkers en de mensen die het voorbereiden. Bij elkaar hebben we vorig jaar opgeteld, zaten we aan de 180 vrijwilligers. Want die bakploegen die worden ook afgelost, hè, begrijp ik? Ja, dat klopt. Om de 4,5 uur komt er een bakploeg. We zijn vanochtend om 7 uur begonnen. En we hebben vandaag 3 bakploegen. En morgen hebben we er ook 3. Vertel het over de locatie, want dat is ook heel bijzonder, hè? Ja, dat vraag je goed. We zaten andere jaren in Nieuwe Sluis. Maar dat onderkomen, dat konden we niet meer gebruiken. Omdat daar gaan ze verbouwen, gaan ze huizen bouwen, heb ik begrepen. En toen hebben we uiteindelijk na heel veel zoeken de familie Kruiswijk bereid gevonden om in deze locatie nu dit weer te doen. Dus we zijn dolgelukkig met z'n allen. Ja, want het is enorm wat die hier ter beschikking stellen. Ja, het is een enorme ruimte. Maar ik moet zeggen dat wij zijn er dolgelukkig mee. En mensen die oliebollen willen hebben, hoe kunnen ze eraan komen? Nou, we komen langs de deur, maar ze kunnen het ook hier komen halen. Het is vandaag dinsdag 8 oktober. Dus vandaag kan dat tot 5 uur. En morgen is het 9 oktober ook tot 4 uur half 5. Boys, oh wat een lol. Oliebollen slaat op hol. Zie ze rollen, zie ze springen. Zie hoe ze de baan uitswingen. Boys, oh wat een lol. De oliebollen rock'n'roll.